Vanuit kennisinstituten in het Rijk van Nijmegen zijn in het verleden diverse start-ups ontstaan. Merkagem en Synton zijn daar belangrijke voorbeelden van. In Nijmeegse Kennis gaan we op zoek welke nieuwe pareltjes zich hier in de regio aan het ontwikkelen zijn. We zijn vandaag weer eens op de Novio Tech Campus en we gaan praten met Waander van Heerde van Enzaier over bloedstolling. Maar ik ga gauw naar binnen, want het regent als een gek. Waar hou jij je mee bezig? Of waar houdt jouw bedrijf zich mee bezig? Nou, het bedrijf houdt zich bezig met eigenlijk een tool te ontwikkelen waarmee we patiënten kunnen helpen, zodat ze geen bloedingscomplicaties meer krijgen. Nou, dat wil eigenlijk zeggen dat wij een biochip willen ontwikkelen, zodat je de bloedstolling beter thuis kunt monitoren. Dat je niet elke keer naar het ziekenhuis hoeft. Okay. Eigenlijk heel eenvoudig. We willen het lab naar de thuissituatie brengen. Oké, dus zelf kan ik dan de bloedstolling meten? Juist, dat is eigenlijk het idee. Hoe lang ben jij hemofiliepatiënt? Hemofilie is een erfelijke ziekte, dus ik ben vanaf mijn geboorte hemofiliepatiënt. Joh? Ja. Dat krijg je gewoon erfelijk mee? Ja, dat is... Bij ons in de familie was het erfelijk. Het kan ook spontaan optreden, maar bij ons in de familie was het erfelijk. Twee broers van mijn moeder zijn er op jonge leeftijd aan overleden. En... Mijn moeder was draagster van het gen wat hemofilie veroorzaakt. Ja. En ik was degene die het lot trof. Wat is dat eigenlijk, hemofilie? Nou, hemofilie is, zoals wij dat noemen, een aangeboren stollingsziekte. Ja. En in feite is dat één van de aangeboren stollingsziektes. Er zijn er meerdere van, maar dat is de meest voorkomende, zeg maar. En hemofilie, je hebt hemofilie A en hemofilie B. Hemofilie A, dan mis je stollingsfactor 8. En bij hemofilie B mis je stollingsfactor 9. Het effect is hetzelfde, want je hebt dan geen goede stollingskaskade meer. Ja. En dan stol je dus minder goed. Nou, toen ik geboren werd, was er verder geen behandeling mogelijk. Althans, dat ze wel wisten wat er aan de hand was. Ja. En werd er, indien ik klachten had, als ik een bloeding... Hè, want als hemofiliepatiënt krijg je bloedingen in gewrichten, in hoofdzaak, elleboog, knie, enkel... Als ik een bloeding had, werd ik met vers bloed en vers plasma behandeld, omdat daar de stollingsfactor die ik mis, wat stollingsfactor 8 is, zit daar in een hogere concentratie in bloed van een donor. Ja, ja, ja. En op die basis werd mij dat gegeven en kon mijn bloed wel een klein beetje stollen. En hoe werkt het nu? Hoe, als je nu net die ontwikkeling hebt? Nou, door de jaren heen, hè, want ik ben uit 1959, is het verbeterd, de behandeling. De manier en de concentratie waarin de stollingsfactoren toegediend kunnen worden. En het is in feite een heel proces geweest. En dat proces is nu dusdanig dat er op een, wat ze noemen, recombinant techniek stollingsfactoren geproduceerd worden. En dat wordt gewoon eigenlijk in een fabriek gedaan. En krijg ik het nu aangeleverd in zulke kleine flesjes. Ja, ja, ja. Die ik zelf op kan lossen en mezelf toe kan dienen. Okay. En toedienen doe ik ongeveer vanaf mijn 17e zelf. Zo. Prikken zelf. Ja, ja. Dus vanaf die tijd is het eigenlijk veel beter geregeld al, vanaf jouw 17e. Maar hoeveel keer moet je jezelf dan prikken? Voor mij zou normaal zijn dat ik het om de anderste dag spuit. Ik denk dat heel veel mensen met bloedstolling te maken hebben. Zijn dat veel mensen? Moet ik daar aan denken? Ja, dat zijn veel mensen. Je moet even bedenken, tenminste 500.000 mensen gingen vroeger naar de trombosedienst. Ja. Die werden daar behandeld met een bepaalde pil. En daar moesten ze ook voor naar de trombosedienst. Maar tegenwoordig heb je nieuwe pillen. Dan hoef je niet meer naar die trombosedienst. Maar die blijken toch ook nog wel bijwerkingen te hebben. En daar willen wij een oplossing voor bieden. Zodat die mensen veel minder kans op bloedingen krijgen. En dan meet je als het ware de dikte van je bloed. De bloedstollingswaarde in je bloed. Nou, het is niet dik. Dat wil niet zeggen. Nee. Maar het zorgt er eigenlijk voor. Wij noemen het bloedverdunnis, hè, in de volksmond. Ja, ja. Maar in principe is dat natuurlijk niet zo. Je kijkt naar de bloedstolling. En daar kun je allerlei parameters in meten, biomarkers kun je het ook noemen, en die bepalen wij. Ja, ja. En dat kan dan uiteindelijk met die biochip die jullie ontwikkelen, zou ik dat zelf thuis kunnen doen? Ja, dat is volledig de bedoeling, dat je het gewoon zelf eenvoudig thuis kunt testen. Nou, we willen het in een creditcardformaat maken, dat het ook nog handzaam is. Het moet toch ook wel te behappen zijn voor de patiënt. Ja. Een creditcard heb je alleen maar, en daar zitten eigenlijk alle testen op. Die gebruik je één keer, daarna gooi je het weg. Oké. Dus je krijgt een setje testkaarten? Je krijgt eigenlijk een setje testkaarten, ja. En hoe vaak moet je dan meten? Hangt van de ziekte af die je hebt. Die bloedingen zijn inwendig meestal. Hè. Ja. Door druk en zo ontstaat, als je geen stollingsfactor 8 hebt in je
in je knie gewoon een bloeding of in je enkel gewoon een bloeding. Spontaan. Daar werd je, als kind werd ik daar 's morgens mee wakker. Had ik een dikke knie, een kniebloeding. En dan staat je knie krom. En dan kun je hem heel pijnlijk bewegen en je kunt er moeilijk mee lopen. En ja, daar zit er dus bloed in je knie. Ja, ja, ja. En dan komt het dat die bloedstolling er niet is. Dus komt, en wat is dat, heeft dat voor consequentie als dat bloed in die knie, nou, dat, knie dat zit? Op een gegeven moment, als je dan behandeld wordt, dan lost dat bloed wordt weer opgeruimd. Ja, ja. Maar dat geeft een heel vervelend, ik zou bijna zeggen zuur etsend effect. Waardoor je kraakbeen op een gegeven moment verdwijnt en in feite je eigenlijk gewoon artrose, hè, dus slijtage van je kraakbeen, in je knieën, enkels krijgt. Ja, dus voor jou is het super belangrijk om, zeg maar, het gehalte bij te houden. Het is heel belangrijk om te weten hoe hoog zit je en hoe hoog moet je zitten om, ja, zeg maar, geen bloedingen te krijgen. We willen de patiënten veiligheid geven. Dat, ja, is eigenlijk, ja, het belangrijkste. Ja. Wij gaan geen chip ontwikkelen met één parameter. Wij gaan een chip ontwikkelen waar we in totaal maximaal 16 parameters in één keer kunnen meten. Oh. In één druppel bloed. Oh, en wat voor parameters heb je dan nog meer ter beschikking? Nou, de bloedstolling is een heel complex scala van allerlei enzymen. Ja. En die willen wij beter in beeld brengen. Dus het is niet één, het zijn meerdere. Daarnaast willen we verschillende combinaties van verschillende soorten testen op de chip zetten. Zodat je meteen een heel beeld krijgt van de bloedstolling. En als het nou blijkt dat de waarde te hoog of te laag is, dan moet ik wel naar het ziekenhuis? Nou, dat is inderdaad, de patiënten met een bloedingsziekte, die hebben zelf medicatie om dan meteen iets te doen. Okay. Die kunnen zichzelf, zeg maar, helpen. Ja. De patiënten die, zeg maar, bij de antistollings, die dat pilletje één keer per dag in moeten nemen, ja, dan is het wel verstandig als dat een bepaalde waarde haalt, dat ze dan toch contact opnemen met de arts. Maar wat we zelf ook willen, is die biochip koppelen aan het ziekenhuissysteem. Ja, ja. Dus dat, je moet het zo zien, de biochip gaat via een computer of een mobiele telefoon. Daar krijg je dan je uitslagen op. Je gooit daarna de biochip weg. Okay. Je hebt de uitslag op je mobiel of op je computer. Dat gaat naar het elektronisch patiëntendossier. En dan is het mooiste als dat dan meteen gekoppeld wordt aan de dokter. En als er een noodsituatie is, dat hij een signaal krijgt van ik moet die patiënt even bellen wat er aan de hand is. Okay, dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Ja. Maar is dat wat je nu schetst toekomstmuziek? Nou, of is dat dichtbij? We moeten eerst de biochip ontwikkelen. Ja, stap 1. Ja, nee, dat snap ik. Ja, ja. Ja. En als je die biochip hebt, dan is die toekomstmuziek helemaal niet zo gek ver weg. Nee, zeker niet. Want wij zijn eigenlijk, in het Radboud zijn ze daar al mee bezig, hè, om die koppelingen te maken. Ja. Dus wat dat betreft proberen we meteen aan te haken. Ja, ja. En voor die chip heb je maar één druppeltje bloed nodig. Ja. Een prikje in de vinger als het ware. Nee, dat doen we niet. Want het prikje in de vinger is inderdaad, zoals iedereen dat kent, hè, zoals met diabetes. Ja, ja, ja. Maar dat heeft voor de stolling nog wel wat nadelen. Dus we hebben een ander modelletje gevonden. Die kan pijnloos bloed afnemen op elke willekeurige plek op je lichaam. Maar ook heel gecontroleerd. Okay. Dit gaat niet gecontroleerd, de vingerprik. Ja. Want soms heb je een dikke druppel en soms heb je een dunne druppel. Dat willen we niet. Er komt ook heel veel ander vloeistof bij. Dat is niet alleen bloed. Dat willen we vermijden. En met dat apparaatje wat we gevonden hebben bij een bedrijf in Boston in Amerika. Ja. Die kunnen dat pijnloos bloed afnemen op elke willekeurige plek. En wanneer verwacht jij nou dat dit uiteindelijk op de markt gaat komen? Nou, wij verwachten dat we hebben het helemaal uitgewerkt met onze partners. Ja. En wij denken dat we in 2 jaar inderdaad de testen kunnen doen om te laten zien dat het werkt. Dat het werkt, maar dan moet het nog op de markt komen. Ja, maar we hebben 3 verschillende business cases geïdentificeerd. En een van de business cases is dat die bloedingsziekte, hemofilie genaamd. Ja. En daar is ontzettend veel interesse vanuit de diagnostie of de farmabedrijven om dat te ontwikkelen. Ja, ja. En dus er is heel veel druk nu bij ons komen te liggen om dat versneld te gaan produceren. Gaat dit nou nog kostenbesparend werken voor de Nederlandse gezondheidszorg? Ja, wij denken dat dit enorm kostenbesparend kan werken. A, omdat het nu, het wordt eigenlijk in de hemofiliemarkt gebeurt het niet. Ja. Dus dan zou je denken, dan wordt het duurder omdat je iets gaat ontwikkelen. Ja. Maar wij denken, doordat je deze tool hebt, dat de patiënt minder product gaat spuiten. En het staat in geen verhouding. Een normale hemofiel patiënt met een ernstige hemofilie, dat kost 250.000 tot 350.000 euro per jaar. De behandeling. Dus realiseer je dat. Dat is heel veel geld. En als je daar dus beter kunt monitoren en daardoor minder spuit, dan heb je natuurlijk meteen een enorme winst te pakken.
Ik heb me niet gerealiseerd dat er zoveel geld in omging bij één hemofiliepatiënt. Ja, en dat zijn de ernstige. Dat is maar een kleine subgroep weer van die 2000, dus ongeveer 800 patiënten in Nederland. Nee, maar toch interessant. Jazeker, absoluut. Ja. Kijk, en als je kijkt naar wat kan zo'n biochip dan, die kan bij wijze van spreken naast jouw bed, kan er eventjes met, laten we zeggen, een druppel bloed bepaald worden hoe hoog je zit. Heb je een gedeelte van het lab niet meer nodig. Je hebt heel snel antwoord. Je kunt heel snel bijspuiten. En tegelijkertijd kun je ook voorstellen dat als je dit in een operatiekamer kunt, kun je tijdens je operatie ook heel snel bijspuiten. Ja. Als je zegt, want daar wil ik de patiënt zeker op 100% houden. Het belang van dus je hebt dubbel voordeel dat je het in de kliniek, hè, dus in de operatiesetting en naast de patiënt aan bed, maar ook in de thuissituatie. Want de meeste hemofiliepatiënten zijn gewoon thuis, leiden een heel goed leven op het moment, werkzaam, hè, vinden een baan en hebben dan op een gegeven moment dat ze die instelling van hun factor wel heel goed willen hebben om gewoon dat leven wat ze leiden van werk en ook sport, hè, want bewegen is goed, ook voor een hemofiliepatiënt. Ja. Dus dat je op die manier daar heel goed mee bezig kunt zijn. Ja.